Nou, daar gaan we. Lekker wedstrijdje om te beginnen, toch? Wolfsburg tegen Bayer Leverkusen. Het zou leuk zijn als Leverkusen verliest. Dan kan Feyenoord de ultiem gewenste trainer binnenhalen. Want die zou ze graag hebben, hè, Peter Bos? Denk het wel. Maar die gaat er niet gelijk uit. Die krijgt een heleboel de tijd, man, daar. Doe je die vuller? Kan snel gaan. Hoe lang heeft hij bij Dortmund gezeten? Half jaar, nog niet eens. Nog heeft de winst op niet gehad. De boer, die kennen de namen nog ineens van die mensen. Stond hier al buiten. Ja, dat is waar, inderdaad. Ja. Ja, nou, zeg het maar dan. Hij speelde wel goed. Leverkusen. Ik denk dat Leverkusen wint, ja. Ik ook. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Want ze hadden ook van Mönchengladbach moeten winnen. Absoluut. Ja. Nou, dan ga ik er ook vanuit. Wolfsburg hebben alle drie is helemaal voorbij als klaar. Maar dat is niet spannend. Hè? Zal ik dan gelijk spel zeggen om het toch een beetje... Wat jij wil. Leuk, dan doe ik dat gewoon. Heerenveen AZ. Jan? AZ? AZ. Ja, maar je zou Jan niet meer vragen naar de laatste AZ. Keer. Oh, nee. Kan je maar niet meer vragen? Nou, jawel, jawel. Nee, jij had er niks van gebakken vorige week. Ja, jammer dan. AZ, hè? AZ. Zit je nou weer te stoken? Nee, ik stook niet. Maar hij zei maandag, ik ga Jan nooit meer vragen. Ja, dus, ja. Heb je dat gezegd? Nee, joh, gek. Ja, donderstraat. Nee, joh, Jan. Lekker, hè, dat mannetje. Nee. Wil je Martijn ook nog vragen? Je laat je toch niet opnaaien door die gené? Hey, Heerenveen, ja, jij werd ook kwaad, hè? Want daar ging jij zelf wel Hansie noemen, hè, maandag, hè? Dat Heerenveen is ook wel lekker. We spelen best wel lekker weer, hè, een beetje. Met die Lammers en zo. Dat gaat niet slecht. Nou, Heerenveen heeft heel af en toe van die bevliegingen. Er zitten een paar spelers in die verdraaid leuk kunnen voetballen. Ja. Alleen ze doen het zo weinig. Ja, maar ik denk tegen AZ doen ze het, Heerenveen. Ik zeg AZ. Ja, zeg ik gelijk. Ja, moet toch wat, het gaat nergens over. Mogen jullie eigenlijk de total invullen? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, dus Dick Jol een keer heeft het gedaan, maar... Ja, nee, leek me niet echt verstandig. Ik had hier gedaan, nee. Nee, oké. Okay, Dick Jol heeft wat meer gedaan. Wat nog meer dan? Nou, die heeft er ook een keer iemand die met een scootertje over het paard reed. Die heeft een klap verkocht. Die heeft een ijzeren van die scooter afgeslagen. Ja. Oké. Okay. Wel een goede scheidsrechter trouwens, Dick Jol. Uitstekende scheidsrechter. Prima. Ja, vond hij zelf ook altijd wel. Maar hij was een goede scheidsrechter. Ja. Feyenoord-Ajax. Nee, Jan? Dat is makkelijk. Dat is dan makkelijk. Kijk. Gaat-ie. En, wat wordt het? Nou, Ajax... Levert niks op. Ik vermoed met dubbele cijfers. Nee, maar het levert dus niks op, hè? Als Ajax wint niet. Dat levert niks op. Dat geeft alles aan, eigenlijk. Als je voor eeuwig belachelijk wil maken... dan moet je in een tv-uitzending zeggen dat Feyenoord van Ajax wint. Ja? Ja, het wordt opgenomen, ben je nooit meer in je hele leven geloofwaardig. Dat zou geweldig zijn. Als dat nu gebeurt, ja. Ja. Ja, Feyenoord wint, Jan? Ja, natuurlijk, joh. Oké, Feyenoord wint. 100%. Ja. 100%. Ja, hoor. Staan we weer gelijk onder leiding. 100%. Ja. Schrijf maar op. Ja? En hoeveel wordt het, Jan? Ik denk een nulletje of 4. 4-0. Ik kan niet weten wie ze moet maken, maar... Dus... Zullen we 3-0 doen dan? Ja, hou het een beetje... 3-0. 3-0. Nou, Johan heeft Ajax. Ja, ik denk ook eigenlijk, Ajax moet ook wel winnen om die titelstrijd natuurlijk open te houden. Dus, sorry. Zit er een man die had gewoon mee zitten praten? Hey. Ja. Hey, heb je nou een Ajax sheet meegenomen, joh? Ja. Huh? Ja. Dat je daarnaast wil blijven zitten. Nee, met die bril, hè? Dat bedoel ik. Ja, die zit... Ja, ik denk jij dat Ajax wint? Ik denk ook dat Ajax wint. 1-2 of zo. Dat is het waar Feyenoord nog wel meedoet, maar 1-2. Wat zeg jij dan? 1-3. 1-3? Zou wij niet 3-1 zeggen, Jan? Als ze er ook 1 maken? Ze zullen toch wel 1 maken? Ja, gunnen ze ook nog een goal over? Nee, oké, 3-0 is prima. Ja. Oké, nou, dat staat er. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.